Gisteravond was Henk Bleker weer eens op televisie in de eerste uitzending van Renze bij RTL4. Henk Bleker hielp als staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tussen 2010 en 2012 niet alleen de natuur, maar ook een groot deel van de boeren de vernieling in. Zelf is hij dat al lang vergeten. Gisteren zat hij als voorzitter van de vakbond van melkveehouders, de boeren 100% te supporten. Lager dan Henk Bleker kun je als politicus niet zinken. We herinneren ons allemaal het moment bij Paul en Witteman... waarin hij de jonge Angolese asielzoeker Mauro... die uitgezet dreigde te worden, een briefje overhandigde met de tekst... als je mee wilt naar FC Twente PSV, dan kan dat. Zo'n man maak je natuurlijk geen voorzitter... Nederlandse melkveehoudersvakbond. Natuurlijk is Henk Bleker niet een van ons. Dit kruipt er uiteindelijk uit als je vleesresten en mest... Te lang in de zon laat rotten. Henk Bleker is een op zichzelf staand organisme dat alleen maar neemt en niets geeft. Ik stel me Henk Bleker wel eens voor op een groot wit paard met grote laarzen. Hij heeft dan consequent een zweep in zijn hand waarmee hij alles en iedereen ervan langs geeft. Daarna gaat hij zichzelf uitvoerig staan aaien voor een grote spiegel. Henk Bleker doet denken aan Napoleon in zijn nadagen. Aan een van de orks in de ban van de ring. Ze zeggen wel eens slechte heelmeesters maken stinkende wonden. Nou, Henk Bleker heeft hele volkstammen zweren gegeven. Er is wel eens gesproken met de Efteling om Henk Bleker te laten adopteren door het volk van Laaf. Daar werd van afgezien omdat ze bang waren dat hij er een fascistische staat van zou maken. Bovendien is Henk Bleker voor kinderen niet aantrekkelijk om naar te kijken kunstmest in de ertensoep. Heeft u het ooit geprobeerd? Kijk naar Henk Bleker. Dat is wat het met je doet. Henk Bleker is slecht voor dier en mens. De levende natuurverdelger. Een opportunist, meewaaiend op iedere scheet van de onderbuik. Ga nooit onderduiken bij Henk Bleker. Hij verhoogt de huur, je krijgt amper te eten. En na de oorlog wil hij medaille en verschijnt hij aan alle talkshowtafels om herinneringen aan zichzelf op te halen. Wat een misfit, wat een misbaksel wat een opruier. De hersens van Henk Bleker zou je kunnen vergelijken met een bakje regenwormen. Als we alle plannen die in het hoofd van Henk Bleker leven zouden uitvoeren, waren we nog maar met heel weinig. Dan leefden we met een handvol boeren in een kaalgevreten land. Ik twijfel wel eens of hij is behept met echte slechtheid of dat het aangeboren is, maar breng daar meteen tegen in dat het echte kwaad altijd wordt aangericht door domme mensen die slim denken te zijn. Geef de domme een knuppel en hij gaat ermee slaan. Henk Bleker heeft nul lerend vermogen. Henk Bleker knipt staartjes van varkens en snaveltjes van kippen... hakt bomen om, kastreert stieren, zit op paarden eet worst en voelt zich een vorst in zijn eigen feudale koninkrijk. Hij is mede-eigenaar van een melkveebedrijf in Mongolië. Daar zeuren ze nooit over stikstof. Henk Bleker is een pan reuzel die buiten de koelkast is bewaard. Henk Bleker is een met prut gevulde schapenmaag, een boterberg met oogjes, een handgedraaide frikandel. Heeft zo'n bestaan nut? Behalve dan dat het bij tijd en wijle leuk is om hem in talkshows te zien rollen in zijn eigen onzin. Ja en nee. Laten we ons focussen op het ja. Het fijne aan Henk Bleker is dat hij alles waar hij mee bemoeit kapot maakt. Dat CDA-congres in de Rijnhal waarmee de ondergang van die partij werd ingezet, wie was er destijds voorzitter? Henk Bleker. Hij vernietigde de natuur, liet staatsbosbeheer alle bomen in bossen kappen, en richtte zich daarna op organisaties waarvan ik denk. Ja, Henk, doe daar je ding maar. Ga daar maar aan het werk met je stralenkracht. Je zelfgebrouwde giftdrank. En je onzinnige gemurmel. Hij stemt tegenwoordig Forum voor Democratie. Prima. Hij is voorzitter van de vakbond van melkveehouders. Geweldig. En nu gaat hij opzichtig de boeren steunen. Gargamel entert de building. Hij zal ze aanmoedigen om vol gas tegen betonnen muren te rijden. Er zal tweespalt ontstaan. Het eindigt daarmee dat die sector helemaal kapot gaat. En tussen al die kadavers kruipt hij als een volgevreten kakkelak weer tevoorschijn. Henk Bleker zou zomaar ons geheime wapen kunnen zijn. Ons paard van Troje. Hij is in staat om het boerenverzet van binnenuit uit te rotten. Als dat lukt, moeten we hem ook eren. Met een medaille of een monument. Ik denk aan een heel groot blubberbeest op een weiland in Stroe. Met twee XXL frikandellen als oogjes. En als hij het niet mooi vindt, zeggen we gewoon tegen hem dat het kunst is. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.